Calvin, yes. Gefeliciteerd. 7-4 winst tegen Antwerp Phantoms. Praat ons even door de wedstrijd alsjeblieft. Moeizaam. We hebben gedaan wat we moesten doen. Dus 3 punten pakken. Na de verliespartij van vrijdag tegen Tilburg 4-2. Moet je gewoon weer terugkomen en de punten pakken. En dat hebben we deze wedstrijd gedaan. Het ging niet gemakkelijk af. Een paar persoonlijke foutjes waardoor we het achterin niet helemaal goed gedicht hadden. En daardoor bleven zij toch op gelijke hoogte. Maar uiteindelijk derde periode pakken we het goed op en winnen we met 7-4. Ja. Net voor het einde van de tweede periode scoren jullie de 5-4. Hoe belangrijk is zo'n doelpunt? Ja, die is enorm belangrijk. Mentaal gezien, het team krijgt een opsteken. Je staat voor, je gaat de derde periode in. Dus het geeft een beetje een boost om een goede periode in te gaan. En dan weet je dat die eerste 5 minuten belangrijk zijn. En als je daar de 0 houdt en je scoort er nog, dan weet je dat je de goede kant op gaat. Oké. Einde van het seizoen nadert, tenminste, van het reguliere seizoen. Ja. De play-offs komen akelig dichtbij. Vooralsnog ziet het er goed uit. Wat is nodig om een goede positie af te dwingen in de play-offs? Sowieso concentratie, discipline. We moeten doorgaan met deze groep. Ondanks het feit dat we natuurlijk geen coach hebben en Josh het oppakt, moeten we dit voornamelijk doen als een groep zijnde. Het programma wat voor ons ligt, dat biedt perspectief. We zijn op schema voor de derde plek, dat zal top zijn. Volgende week Zoetermeer is belangrijk. En vanuit daar moeten we gewoon de goede habits opbouwen en door naar de play-offs. En dan is alles mogelijk. In de play-offs is alles mogelijk. Oké, dankjewel.